Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe Vlogmas. Vandaag is het Nox, zijn verjaardagsfeestje. Hij is 2 geworden op woensdag. We zijn vandaag zondag. En de familie komt, dan zijn Peter, Nicky en Isabel. En dan Celine, Nick en de kindjes komen ook. En ik ben alles aan het klaarmaken. Het thema is construction. Zoals je kunt zien. Niels is ook deze morgen de taart gaan halen. Echt super tof. En nu ben ik hier wat alles aan het versieren. De tafel met zo van die kleine autokeuzes en van die toestanden. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik heb ook kinetisch zand op de tafel gedaan. Maar ja, oké, dat is wel niet zo'n smodder. Omdat dat zo magnetisch is, kun je dat makkelijk oppakken. En dan de rest ga ik gewoon zo allemaal aankleden met autootjes. Dus het gaat tof worden, denk ik. Goed. Dus. Nog één. Feestje zit erop. Het was heel fijn, heel gezellig. Het is ondertussen, ik denk 8:45. Ja, 8:45. Onze ouders zijn net door. Onze ouders zijn nog waren het laatste blijven plakken. Maar het was echt heel gezellig. Nog leuk gebabbeld en zo. We gaan hier in de zetel aan het nestelen onder mijn dekentje. Nu gaan we de verhulstjes kijken. En nog even chillen. Maar ik weet niet als ik heel veel heb gefilmd. Maar het was echt wel echt tof. Het was gewoon leuk. We hebben burgers gemaakt en gegeten. We hebben taart gegeten. Super lekker trouwens. Van soft plant-based was het. Omdat ik heb dit jaar daarvoor gekozen. Omdat Nox geen melk mag. En geen... ja, geen koemelk, eiwit eigenlijk gewoon. Dus daarmee dacht ik, ga daarvoor gaan. Dan weet ik zeker dat hem er ongestoord van kan genieten. Nog had wel deze middag geen dutje gedaan. Niet geslapen, gewoon niks. Het is echt de eerste keer dat hij dat doet. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Dus ik dacht echt wel van, oh god, hopelijk gaat dat goed komen. Maar het was eigenlijk wel goed. Om 7:30 hebben we mijn bed gelegd. Dan was ze moe. Dus dat was eigenlijk nog wel echt oké. We hebben gewoon wel zo rond 6:15 al wel best moeten worden. Maar ja, hij heeft het nog volgehouden tot 7:30. En dan is hem ook direct in slaap gevallen, wat de laatste tijd bijna nooit meer is. Dus dat was ook heel fijn wel. Dus misschien is het gewoon de clue van hem iets minder te laten slapen overdag. Hij doet vaak nog dutten van 2 uur. Max 2 uur. Dus misschien moeten we hem eens een uur kunnen of zo, of 1:30 of zo laten slapen. Zullen we zien. Maar oké, we gaan nu chillen. Ik ga heel misschien morgen nog even verder vloggen.
Maar ja, ik weet nog niet zeker, want deze vlog moet ook morgen online. Dus slaap wel iedereen en misschien tot morgen en anders tot de volgende vlogmis.